Stel dat je hier een luchtaanval krijgt en ze gooien bommen, dan ben je hier wel heel erg veilig. Dan hebben we hier een slaapkamertje voor 12 personen. Kijk, als nou alle stroom weg is, dan heeft men nog één mogelijkheid om te kunnen ventileren. Dat is met deze fietsen. Dit was een commandobunker. Het is bedoeld voor de mensen van de BB. Bescherming burgerlijke bevolking. Wij staan hier op de vloer en dan staan we met de voeten 5 meter onder de grond. En dan is de van het maaiveld afgerekend krijgen we eerst 1,65 meter grond. Dan krijgen we een vloer van 60 centimeter dikke beton, heel zwaar bewapend. En dan krijgen we de ondervloer en die is ook weer 65 centimeter dik, heel zwaar bewapend. Ja, daar kun je wel een mondje op laten vallen, ja. De atoombunker van Haverslag is 400 vierkante meter en er kunnen 30 mensen in. Voor een gewone bom ben je hier wel veilig, maar omdat de luchtverversing niet meer werkt, kun je hier weinig tijdens een kernaanval. Kijk, als nou alle stroom weg is, de aggregaat doet het niet meer omdat er olie op is. Dan heeft men nog één mogelijkheid om te kunnen ventileren en een heel klein beetje stroom te maken. Dat is met deze fietsen. Dan gaan we naar de ruimte waar de telefonisten zaten. Daar werken ze met koptelefoontjes en daar hadden ze allemaal vaste punten in Nederland en in vooral in Overijssel waar ze contact mee hielden hoe de toestand was. Dan hebben we hier een slaapkamertje voor 12 personen. Dan komen we hier in de kantine. Dus die mensen die hier vertoefden, die konden hier koffie drinken en eten. Een toiletgroepje, twee toiletten met een douche, met een doucheruimte. Hier hebben we een bord hangen met de codering die de telefonisten gebruikten. Oké, akkoord en rap, ik bel u terug. SVP alsjeblieft, W woorden. Wat bescherming bevolking betreft, zit hier er één en op de Haldenberg zit er ook nog één. En verder durf ik het niet te zeggen in Overijssel. Ik denk niet dat we er meer hebben. Als het erop aankomt, dan heeft u er eigenlijk niet zoveel meer aan. We hebben voor een atoomoorlog niet, kijk, maar ik denk wel, kortstondig wel. Stel dat je hier een luchtaanval krijgt en ze gooien bommen, dan ben je hier wel heel erg veilig. Ja. Bent u niet bang dat heel Holte straks bij u aan de bel staat te rinkelen? Wat is bang zijn? Dan ga je toch de hulp geven waar je dat kunt geven. Dus en als je dan dit hebt, dan laat je de mensen toe. Je moet dan onmens wezen om te zeggen je blijft buiten staan, tenzij dat die vol zit.